Pulsvisserij is gewoon de toekomst voor Nederland, ook voor andere Europese landen. Het is minder bodemberoering, minder brandstofverbruik. Dus alles wat duurzaamheid in zich heeft, zit hier in de pulsvisserij. Hoe moet minister Schouten vanuit Nederland hierop reageren? Nou, ik hoop dat minister Schouten ook boos wordt op die mensen die de pulsvisserij onderuit aan te halen zijn. Want het kan toch niet zo zijn dat je zo'n duurzame techniek, waar heel veel vissers heel veel geld in geïnvesteerd hebben, dat je die door een enkeling om zeep laat helpen.